ik ben geboren en getogen in Tilburg. Ik heb daar, mag ik wel zeggen, een gelukkige jeugd gehad. Ik heb me altijd thuis gevoeld in Tilburg. En ik heb daar gestudeerd. Ik heb gestudeerd aan de toen nog katholieke hogeschool economie. En ja, bij mijn keuze om uiteindelijk weg te gaan uit Tilburg speelde ook een belangrijke rol. Dat het heel moeilijk was in die tijd, ik heb het over het midden van de jaren 80, om in Tilburg of in dit deel van Brabant aan de slag te komen. Je kon een goede opleiding hebben, maar er waren weinig banen. Het was de tijd van het verval van de textielindustrie. De stad werd toch ook gekenmerkt door de lege fabriekspanden. En dat beeld van Tilburg van toen, met de vergelijking nu, kijk hoe dat de economie bloeit, kijk hoe dat er nieuwe stedelijke infrastructuur is ontstaan. De Tilburgers zijn weer trots op hun stad. Dat is een groot verschil met de periode dat ik weggegaan ben in de jaren 80. Ja, meerdere. Er zijn meerdere plekken waar je herinneringen aan hebt aan je jeugd. Ik heb een goede jeugd gehad en dat betekent ook dat je altijd dingen blijft herinneren. Plekken hebt in Tilburg waar je iets met hebt vanuit het verleden. Ik kom uit een groot gezin. Ik was een van de jongsten in dat gezin. En op zondagmiddag was het uitje wel wandelen naar het Wilhelminapark vanaf de Van Meterstraat, dus bijna bij de Ringbaan Oost, naar het Wilhelminapark, om daar in het park de eentjes te voeren. Het Wilhelminapark zal wat mij betreft altijd de associatie van de vijver en de eentjes met zich meebrengen. Later, toen ik op de middelbare school zat, waren mijn ouders naar Bergel-Enschot verhuisd. En ging ik naar het Kobbenhagen College in Tilburg-Noord. En het was fietsen langs de Rouwbraken over het Hazennest. Ik heb die route ook weer gepoogd terug te vinden. Voor een deel ligt die er nog, voor een deel is het helemaal verder verstedelijkt. Het zijn herinneringen die je hebt en die zijn gebonden aan een plek. En een hele bijzondere is, ik heb hem ook genoemd in mijn installatiespeech. Mijn vrouw herinnerde mij eraan, moet ik eerlijk zeggen, toen ik weer met haar door de stad dwaalde. Kijk, zie je dat mooie gebouw? Het heet nu de Vierjaargetijden. Weet je nog dat toen daar een muur voor stond, het was een van die bouwvallen die eigenlijk niet bereikbaar was. Daar was onze eerste kus geweest. Nou, mijn vrije tijd die besteed ik bij voorkeur buiten. Ik probeer het ook te combineren met mijn werk. Velen zullen me zien fietsen, maar ook in de vrije tijd ga ik graag fietsen met mijn vrouw. Het is steeds een compromis zoeken, want zij heeft ook een voorkeur voor wandelen. En dat betekent dat we ook heel veel wandelen, zeker in de natuur. Dat zullen we ook hier in het hart van Brabant gaan doen. Veel mooie natuur, bossen, de Loonse en Drunense duinen. Dat zijn gebieden die we weer helemaal gaan ontdekken. En verder mag ik graag lezen. Gewoon lezen in ouderwetse boeken. En die gaan vaak ook over geschiedenis, want dat is iets wat mij zeer aanspreekt. Ik zal ook veel lezen opnieuw over de geschiedenis van Tilburg. Omdat, mijn vrouw zegt altijd, bij elke gemeente waar je gewerkt hebt, komt er minstens een boekenplank bij. Daar ligt mijn hart. Ik had het willen studeren, ben economie gaan studeren, maar de geschiedenis heeft altijd wel mijn liefde gehad. En Netflix kijken? Netflix kijken, televisie kijken. Ik mag al blij zijn als ik de actualiteitenprogramma's gezien heb op het einde van de dag. Ik wil een burgemeester zijn die Tilburger is onder de Tilburgers. Dat is ook wat de profielschets vroeg, wat de raad heeft vastgesteld. Wat ook in de enquête die in de stad is gehouden nadrukkelijk naar voren kwam. Het is wat mij betreft ook de enige manier waarop ik het burgemeesterschap kan invullen. Zo heb ik dat in Beverwijk en in Haarlemmermeer ook gedaan. En het is voor mij een voorrecht om dat nu ook in mijn geboortestad te mogen vervullen. Betekent ook dat ik die stad opnieuw wil ontdekken. Dat ik in gesprekken met Tilburgers wil kennismaken met dat deel van Tilburg wat zij belangrijk vinden. Of het verhaal over wat er in hun wijk gebeurt wil ik uit hun mond horen. En daarom heb ik ook bij mijn installatie opgeroepen om die kennismaking met de stad mogelijk te maken. En is er dat e-mailadres geopend waarbij mensen zich zelf kunnen aanmelden. We willen de burgemeester graag ontvangen. Dat kan inderdaad een groepering zijn, een wijkraad of een actieve groep in een bepaalde buurt. Het kunnen ook de ondernemers zijn. Het zijn mensen die de weg wel weten te vinden naar het raadhuis. Maar wat mij betreft, deze burgemeester wil ook benaderbaar zijn voor mensen die denken van nou, kan dat wel? Kan ik de burgemeester wel een e-mail sturen en zeggen dit vind ik van belang dat u weet wat er in Tilburg gebeurt? En daar sta ik voor open.
Ja, er zijn er in mijn herinnering twee. Ik ben vroeger heel veel in de Gallery Club geweest. Daar was ook mijn politieke partij actief op dat moment. Maar er was in het weekend en vanaf op een gegeven moment vanaf donderdag ook de discotheek. Dus dat is wel een plek waar ik hele goede herinneringen aan heb. Maar er waren ook in die tijd de eerste wat meer bruine kroegen die zich op de Korte Heuvel lieten zien. Als je nu kijkt, dan is het één hele mooie horecastraat. Maar toen begon dat net. En ik ben de naam van de kroeg kwijt. Ik herinner me heel goed, ik ben een liefhebber van bieren. En dat was in de tijd dat je Belgisch bier kon krijgen. En de grenadine werd er eerst in het glas gedaan. En daarna had je de smaak die je wilde hebben. En daar heb ik ook hele goede herinneringen aan. En als ik dan zie hoe dat deel van het centrum zich verder ontwikkeld heeft. 013 is daarachter gekomen. Dan zie je dat het uitgaansleven in Tilburg zich ook enorm ontwikkeld heeft. En daar kan je dan weer trots op zijn.